Nou, het is een vernieuwingsbeweging. Die willen burgers meer inspraak geven. Ja, het hebben we al heel vaak gehoord, een soort herhaling van zetten. Ik ben ook al jaren actief in, de politiek, in het provinciaal bestuur. Ja, en ik probeer juist altijd uit dat provinciehuis te gaan. En ik zie dat veel collega's van mij dat ook doen. Dus ja, ik doe het niet anders. Dus ik herken het ook niet. Ik denk dat het een historische dag is dat we nu een politieke beweging erbij krijgen in plaats van een politieke partij. Je moet dienstbaar zijn aan die samenleving. Die samenleving weet heel goed zelf hoe je de omgeving wil inrichten, hoe ze willen leven. En daar moeten we veel meer naar luisteren. Ja, dan komt het wel in de buurt van populisme, want er zijn heel veel wensen van mensen in Noord-Holland. Ik vind het ook een taak van de politiek om af en toe te zeggen, ja, het is wat jullie willen, dat kan niet. Je moet ook eerlijk zijn dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken. En ja, ik vind dat dat ook soms wel, met name door Code Oranje, wordt dat genoemd, dat gaan wij oplossen. Ja, dat is onmogelijk. Beste voorbeeld bij migratie. Er zijn mensen die vinden dat er meer asielzoekers naar Nederland mogen komen. Dat die mensen voor een reden hebben om te vluchten. En de andere helft van Nederland vindt dat het een heel slecht idee is dat er helemaal niemand binnen moet komen. Nou, dan moet er een belangenafweging gemaakt worden. En dat betekent dat een deel van die mensen hun zin niet krijgt. Dat is iets anders dan dat er niet is geluisterd. Maar dit principe wordt mensen niet meer uitgelegd. Ik vind het een beetje oneerlijk. En ik vind het ook een onjuist beeld geven van wat er daadwerkelijk gebeurt door al die mensen. Want dat moeten de kijkers zich ook realiseren. Die statenleden en die raadsleden, dat zijn eigenlijk vrijwilligers. Hè? Slecht betaalde vrijwilligers. En die doen dat werk wel. En wat hij dus suggereert is dat ze dat niet doen. En dat vind ik toch ook jammer. En dat vind ik een verkeerd frame. Want daardoor wordt de kloof tussen de politiek en de mensen nog groter door iets te zeggen wat niet klopt.